En vervolgens zijn we 50 jaar aan de gang gegaan om nog veel meer energie te gebruiken, om nog veel welvarender te worden. Nou ja, dan zie je aan dat je met dit soort van verklaringen ook enorm voorzichtig moet zijn, omdat natuurlijk dat hele oliegebrek van toen, dat bleek enorm mee te vallen. Nou, we hebben ons toen een beetje arm gerekend. Oeh, wat erg. En je had toen ook benzinebonnen en zo. En iedereen was bang dat hij geen benzine meer kon tanken. En de autoloze zondag was toen ook. Ja, maar het was een heel interessante ontwikkeling dat het Britse weekblad The Economist, ik heb het al vaker vermeld, had de lumineuze gedachte gehad om daarbij in die straat van Hormuz, waar al die tankers voorbij komen, een meneer te zetten op een keukenstoel en die moest die tankers tellen. En al heel snel bleek dat er nauwelijks minder tankers door de straat van Hormuz kwamen vanwege die zogenaamde oliecrisis. En toen schreven ze terecht dat die tekorten op de wereldmarkt echt niet erg groot konden zijn, omdat de productie en de aanvoer eigenlijk nauwelijks stagneerden. Alleen hadden de Arabieren sommige landen op het oog om die expres te straffen. Namelijk die landen die Israël gesteund hadden. Het ging allemaal natuurlijk om die oorlog van 1973. En wij waren een van de gestrafte landen. Maar wat natuurlijk de Arabieren hadden buiten de buiten de oliemaatschappijen gerekend. Omdat die heel snel konden verdelen van, oh, die Nederlanders die geven mondje dicht, maar die geven we een beetje extra als zij nu te weinig ontvangen. Dus die oliemaatschappijen hebben er echt voor gezorgd dat die tekorten eigenlijk niet of nauwelijks hebben bestaan. Ik heb de benzinebon ook nooit opgemaakt. Ik moet ze nog ergens hebben. Ik bewaar ze, dat begrijp je natuurlijk voor hele andere tijden. Dat we dolblij zijn dat we een litertje per week mogen tanken, waar ze van spreken. Is het nou zo dat we Poetin een uitweg moeten bieden uit deze oorlog? Ja, Poetin. Ja, nou, hij heeft het wel te kwaad, hè, want hij heeft een verschrikkelijke redenvoering gehouden. Dat in het stadion? Utrecht. Rusland moet gezuiverd worden. En Rusland is vol van landsverraders die de hele dag oesters vreten en alle andere volledig decadente activiteiten ontplooien, waar je toch het gevoel hebt dat er paniek doorheen sijpelt, als het ware. Nou ja, ik heb één keer voorspeld dat hij iets niet zou doen wat hij vervolgens wel heeft gedaan. Overigens moet ik wel zeggen achteraf, ik wil er niet al te eigenwijs klinken, had hij maar naar mij geluisterd, want dan was er een hoop niet fout gegaan, wat nu 100 fout is gegaan. Omdat hij natuurlijk zijn weging van de risico's volkomen onjuist is gebleken. Dat weten we nu wel. Nogmaals, wat ik nu suggereer, dat er toch een beetje paniek onder de oppervlakte zit. Ja, als je zo raar tekeer gaat tegen het decadente Westen en landverraders en... Ik begreep dat er lijsten waren opgesteld van oestervreters en zo. Dat je echt denkt, nou, dit is, ja, dan boniezuiveringen, waarbij je toch ook denkt aan de jaren 30 en niet waar, die halve rare Stalin, die halve rare Bolsjewieken die 20% van de bevolking van de Sovjet-Unie vermoord hebben. Nou, dat zal er nu niet van komen, maar toch, ik proefde toch iets van... Paniek. Dat hij verrast is door de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Dat zijn hooggeprezen leger niet zo verschrikkelijk veel blijkt voor te stellen. Dat luchtmacht idem dito. Trouwens, weet je niet dat de kranten er jarenlang vol hebben gestaan van de verschrikkelijke, ontzettende, allesbedreigende cyberwar. Maar daar blijkt nauwelijks sprake van te zijn. Nou, van achter de schermen wel. Maar het probleem is, je ziet er niet zo. Misschien is dat nou, in ieder geval van Russische kant, begreep ik uit de New York Times, valt het erg mee met de cyberwar. Dus ook dat blijken ze niet zo verschrikkelijk goed te kunnen als wij wel dachten dat ze het zouden gaan kunnen. Maar toch, ja, ik moet je zeggen, er was natuurlijk de laatste dagen, vorige week, misschien toch een soort optimisme ingeslopen. Zou toch niet een akkoord mogelijk zijn? Zelensky die zei ook van, had er wel vertrouwen in. En Lavrov zei van, er werd serieus gepraat. Nou, toen kwam Poetin eroverheen met weer zo een van die boze lezingen van hem. En zei dat aan alle eisen moest worden voldaan, anders niet. En wat mij niet duidelijk is, zijn de nu lopende onderhandelingen, is dat gewoon tijdrekkerij van de Russen. Om ze de gelegenheid te geven om nog veel meer in elkaar te schieten. Dat is eigenlijk het enige waar ze goed in blijken te zijn. Niet maar dat je een artillerieopstelling hebt en dat je een
volstrekt onverdedigde flat waar mensen in wonen. Zijn sowieso een vrij aanmoeige flats, vind ik altijd. Om die volledig in elkaar te schieten. Maar ze zijn niet goed in precisie. Nee, dat kun je wel zeggen. Dat ze eigenlijk, het Russische leger is eigenlijk nergens goed ingebleken. Dat begrijp ik ook, dat er toch grote aantallen gesneuveld zijn of gewond zijn geraakt. Het is ook zonderling dat je 14.000 krijgsgeharde Syriërs moet importeren om dit werk te gaan doen. Kom op, zeg. Dat die schijnt wel toch heel gevaarlijk te zijn. Ja, ja, dat weet ik. Dat wordt dan gezegd. Syriërs, heeft zijn keukenmesje. Nou, en dat is verschrikkelijk gewoon. Wat er met, nou ja, dat wil ik dan ook. Dat zijn ook allemaal van die. Ja, daar sluipt de mythevorming, sluipt daar natuurlijk al gauw in. Maar het is ook wel een teken van machteloosheid. Net zo goed als die hulp heeft gevraagd aan de Chinezen, wat natuurlijk ook gek is. Nee, dus kortom, het heeft totaal anders uitgepakt dan hij dacht. Wat nog niet per se betekent dat hij ook zal verliezen. Het is maar wat hij bereid is te doen. En hoe groot is zijn cynisme? Gaat hij gewoon door met die steden in elkaar te paffen? Dat kan ook zijn. Er zijn ook wel steden die toch omsingeld worden. Daar in het zuiden gaat het beter dan in het noorden. Ook bij Lviv zijn ook raketten neergekomen. Dus ik durf er simpelweg niet zo verschrikkelijk veel van te zeggen. Om de eenvoudige reden dat als ik er zou zitten, was het A nooit gebeurd. Maar gesteld het was toch gebeurd omdat ik 2 weken in diepe slaap geraakt was. Dan zou ik er nu onmiddellijk een eind aan maken. Ik zou zeggen, wacht nou eens even. Wij gaan hier een klinkende overwinning behalen. En waar bestaat die uit? Dat die 2 Donbass-republieken, die worden bij Rusland getrokken. De Krim, idem dito, die krijgen ze nooit meer terug. En bovendien mogen ze geen lid van de NATO worden. En op afzienbare termijn ook niet van de EU. En dan kan ik zeggen, zie je wel, ik heb alles bereikt wat ik bereiken wil. En ik stop met die oorlog. Want ja, die oorlog is niet goed bekomen. Maar zoveel kunnen we dan toch wel van zeggen. Is het ook niet zo dat het vechten en de onderhandelingen hand in hand gaan? Dat het altijd bij elkaar hoort? Ja, maar echt nodig lijkt mij het voortdurend in elkaar paffen van flatgebouwen eerlijk gezegd niet. Als wij met z'n tweeën een kanon huren en overweg rijden, dan kunnen we ook een hele reeks van flats in elkaar paffen. Ja, maar je wil natuurlijk dat dat stopt en dat bereik je door aan de onderhandelingstafel een goede deal te bereiken. Ja, nou goed, dit is naar mijn idee wel zo'n beetje de beste deal die hij bereiken kan. Behalve als hij bereid is om de Oekraïne volledig in elkaar te schieten. Ja, dan komt er misschien ook een eind aan het Oekraïns verzet. Maar dan is het toch wel vrij waarschijnlijk dat dat verzet, dat ze op een andere wijze georganiseerd zal worden. Ja. Hoe lang? Er is toch sprake van een zeer omvangrijke import van enorm handige moderne wapens. Die vooral tegen tanks een enorm effectieve gevolgen hebben. Ja.